Leuk dat jullie kijken naar alweer de zevende video van de PHP tutorial serie. En in deze video ga ik de while en de for loops behandelen. Ze lijken inderdaad best wel op elkaar, alleen ook weer een beetje niet. Het verschil eigenlijk zit hem in dat de for loop 3 parameters heeft die je kan veranderen. En bij de while loop heb je er maar eentje tussen de statements staan. In de vorige video heb ik de statements behandeld. De while en for loops hebben ook een statement. Alleen de statement zit zo in elkaar dat hij door zal blijven gaan tot hij een bepaald punt heeft bereikt. En dat punt kan jij zelf aangeven. Ik heb even om tijd te besparen alvast een HTML documentje aangemaakt. En daarin zie je een input met een aantal regels strafwerk wat je kan opgeven. Het idee hiervan is dat jij een nummer aangeeft van hoe vaak de regel strafwerk op het scherm moet geprint worden. Het eerste wat we hiervoor moeten gaan doen is even een variabele aanmaken. En die geven we in dit geval even de naam strafwerk. En die stellen we gelijk aan de zin. Dit is een regel strafwerk. En dan sluiten we deze af. Wat we nu gaan doen is een variabele regels aanmaken. En deze stellen we gelijk uit de uitkomst uit het inputvakje met de naam regels. En dat doen we door weer post te stellen tussen de vierkante haken. En daar de naam van het inputvakje te doen, dat is regels. Om ons doel nu te bereiken dat deze regel zo vaak als hier op het scherm wordt geprint, moeten we gebruik maken van de for-functie. En de for-functie begin je zo en daarna doe je de ronde haken. En hier tussen komt weer een statement. De for-functie heeft 3 parameters die in de statement moeten, oftewel 3 vergelijkingen. In de eerste parameter van de for-statement ga je bepalen wat de beginstand is van jouw variabele. We duiden dit meestal aan door een variabele t te nemen en die gelijk te stellen aan 1. Oftewel de beginwaarde is dat t is 1. Deze variabele t mag elke naam hebben, maar meestal is t gebruiken gewoon lekker handig. De tweede parameter in de for statement bepaalt wanneer de loop, oftewel de for loop, zal stoppen met zich op het scherm laten printen. En dit kunnen we in ieder geval aantonen door weer de variabele t aan iets gelijk te stellen of aan iets kleiner te stellen. En in dit geval stel ik het even kleiner dan 11. Dit betekent dat als de variabele t groter wordt dan 10, oftewel als die 11 wordt, zal deze for loop dus stoppen met zich op het scherm printen. De laatste parameter in de for statement bepaalt wat de stapjes zijn dat het omhoog gaat. Je kan dus bijvoorbeeld bepalen dat variabele t met een stapje 1 omhoog gaat, maar ook dat het met een stapje 5 omhoog gaat en etcetera en etcetera. In dit geval willen we dat iets 10 keer op het scherm wordt geprint. In dit geval willen we dat er 10 stapjes op het scherm komen. Dus maken we de variabele t elke keer eentje groter. Dus variabele t plus plus. Nu hebben we de statement van de for loop compleet gemaakt. Omdat wij in dit geval even een opdracht hebben, dat is namelijk het strafwerk op het scherm printen zo vaak als er aangegeven is in het inputvakje. Dus wat we gaan doen is de 11 vervangen we door de variabele regels. Het enige puntje nu is dat de variabele t zal stoppen als die kleiner dan de variabele regels is. Stel dat we 10 regels hebben opgegeven, zal die er maar 9 printen. Daarom gaan we even voor het gemak gewoon de variabele regels hierna plus plus doen, waardoor die eentje groter wordt en dan zal deze 11 zijn en dan zal deze stoppen bij 10 en dan hebben we precies zoveel regels strafwerk zoals we willen. Nu dit klaar is, kunnen we besluiten wat hier tussen komt te staan. Oftewel, print de variabele strafwerk. En dat kunnen we gewoon simpel doen door hier de variabele strafwerk neer te zetten. Om dit hele project nu even nader toe te lichten. We hebben dus hier een variabele strafwerk. We hebben daarnaast een variabele regels. Deze wordt opgehaald vanuit het inputvakje hier. Dan maken we deze variabele regels eentje groter. Zodat als we hier de for statement hebben, dat die er eentje extra door zal gaan. En niet eentje minder heeft qua regels strafwerk. Dan hebben we op het einde print het strafwerk. Omdat nu de hele tijd onder elkaar geprint zal worden, is het altijd handig dat je hier even een spatie doet en dan een BR neerzet. Een BR staat eigenlijk gewoon voor een enter. Als we dit nu alle twee opslaan en we gaan even naar onze projecten en dan naar het HTML documentje. En we vullen hier 5 in. Dan zal je zien dat hier 1, 2, 3, 4, 5 regels strafwerk op het scherm komen te staan. We hebben dit dus nu bereikt met de for loop. Maar dit kan ook met iets anders, namelijk de while. En de while gaat net eventjes op een andere manier. De while loop heeft maar 1 parameter in zijn statement staan. Wat deze parameter doet is het kijkt hoe vaak de while loop opnieuw zichzelf moet herhalen. Je begint de while door weer while te typen.
typen in het scherm. Daarna doe je de statement haken. Wat er wederom weer tussen de while haken komt, is de variabele t. En deze variabele t stellen we weer gelijk aan de variabele regels. Dus we gaan weer hierboven de variabele regels weer even plus plus doen. En dan sluiten we weer die af met een punt komma. Wat we nu hebben staan is de while. Hij zal dus doorgaan zolang de t kleiner is dan die van de regels. Nu moeten we hier tussen weer de regel strafwerk gaan printen. En dat doen we dan door hier een punt komma weer te doen en hier de regel strafwerk te typen. Enige verschil hier tussen is dat de variabele t hiervoor eigenlijk nog niet defined is. Dus hij bestaat nog niet. Dus bij deze while loop zal je altijd van tevoren de variabelen waarmee je wil gaan tellen moeten bepalen of afstellen en een waarde geven. In dit geval geven we de variabele t, zoals net ook, een waarde van 1 en we sluiten die af. We hebben dus nu een variabele t en die is 1. En zolang de variabele t kleiner is dan de variabele regels, zal strafwerk op het scherm worden geprint. Maar omdat de variabele t niet groter wordt uit zichzelf, moeten we in de while loop even de variabele t elke keer met een stapje van 1 omhoog laten gaan. En doen we door variabele t plus plus te doen. Als we dit nu afsluiten en we slaan deze beide op en we gaan naar onze local web en we vullen hier even 5 in, dan zie je dat er hier 5 regels strafwerk komen te staan. Ik heb nu alleen even geen spatie hier tussen. En dus als we hier een BR doen en we slaan het op en we klikken hier op refreshen, dan zijn het er 5 onder elkaar. Dit was alweer het einde van deze video. In deze video heb ik jullie uitgelegd hoe je de while en de for loop moet gebruiken en even een verschil ertussen. In de volgende video gaan wij verder met weer een nieuwe PHP video. Ik wens jullie allemaal een fijne dag en dan zie ik jullie hopelijk weer terug bij een volgende video.